To your home, and you
single one. You'll be dancing in the sun. You'll be dancing in the street. To the youngest you did beat them, feel boys, don't you? Hoe laat is het nu? We moeten over een kwartier. We moeten over 20 minuten spelen of zo. Thank you.
talking about the badness of their sin. So what is your name again? Too soon to stick my mind just when did we meet and when? Vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Ik denk nog steeds dat wij een heel goed eerste album hebben gemaakt. Ja, het is eigenlijk, ik spring er al in, maar ik vind het wel een moeilijke vraag. Kijk, terug op het eerste album. Wil je hem even overnemen? Ja, sorry. Ik denk nog steeds dat we een heel goed album hebben gemaakt. En... Ja. Ja, het is natuurlijk wel een beetje ingehaald door de realiteit. Hij heeft gewoon niet echt ontzettend goed verkocht. Ook niet heel slecht. We hebben de best leuke dingen. Hoeveel? Paar duizend. Ja. Want ik weet het niet tot achter de komma, maar een paar duizend. Hij zal de 5000 niet gehaald hebben, zoiets. Ja. En we hebben alleszins wel leuke dingen kunnen doen in de nasleper van leuke dingen op tv, live dingetjes in grote belangrijke programma's zoals de Plantage. We hebben een na 11 kunnen doen, we hebben een 2 meter sessie kunnen doen, ook niet onbelangrijk. En een klein bescheiden toertje door het voornamelijk B-circuit en soms het A-circuit. Alleen, we zijn niet al te gelukkig geweest waar het de singlemarkt betrof. En dat is toch waar een major het in zoekt. We zijn natuurlijk getekend destijds door Warner, die zagen veel in ons. En die wisten dat wij een heel mooi, credible, levensvatbaar album konden maken. Maar wilden toch via de singlemarkt de albumverkoop stimuleren. En toen brachten wij in eerste instantie Neem uit, waarvan wij het idee hadden dat dat wel heel catchy en niet gevoelig was. Nou, dat ben ik wel overheen. Ja, dat vind ik ook nog steeds. En ook best wel veel geïnvesteerd in een clip. Zowel financieel als qua idee en edginess en puntigheid en zo. Met een beetje die tongue-in-cheek porno benadering. En dat heeft het een paar weken leuk gedaan. Veel te zien geweest op tv. En daarna ging dat dan een beetje zo. Wel leuke optredens. En het heeft te lang geduurd voordat de tweede single kwam. En toen die tweede single dan kwam, hoe goed die ook was, kwam die wel op een verkeerd moment. Want het was geen single om uit te brengen in mei. Het was eigenlijk een kerstliedje. Het was min of meer een winterliedje. Een liedje voor bij de open haard en we hebben het koud en we trekken nog een glasje gluwijn open. Op zo'n clip, zeg maar. Ja. Ja. De clip was enigszins slecht getimed. Slecht getimed, ja.